Kap eens, jongen. Tanden poetsen. Kap eens. Hier wordt dus mijn nieuwe huis gebouwd. Zijn we aangekomen in Oostenrijk. Goedemorgen, 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 zonneschijn. Die zijn dat die verborgen, maar toen willen morgen zijn. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Oh, jongens, dames en heren. Zoals ik in de vorige vlog had verteld, is het vandaag de dag dat ik ga meedoen aan een spelshow samen met Niek voor het blok. En dan moeten we voor zo'n soort van muur gaan staan met allemaal blokken die uitkomen schuiven als je een vraag fout hebt. Maar het zijn allemaal best wel rekenvragen, van die dingen oplossen als dat je een plaatje van een baard min RD en dan volgende dat je dat allemaal... Maar ik ben daar echt, Wim, ik denk daar echt, ik raak er van in paniek, man. Van al die vragen. Ja, je bent niet zo snel. Nee, maar ik ben niet, ik zeg maar, ik kan het wel, maar ik heb dus heel erg dyslexie. Ik weet niet of ik het ooit heb verteld, maar toen ik ben getest, zat ik bij de zwaarste 10% van Nederland. Maar als ik dus zeg maar gewoon kan even rustig kan nadenken over iets, dan kom ik er echt wel uit. Maar als ik zeg maar al die woorden zie of rekensommen en ik moet dat echt snel gaan doen, want anders komt er een blok, ja, dan raak ik gewoon in paniek. Maar goed, we gaan, Niek die komt hier nu heen en dan gaan we richting Hilversum, want daar zijn de studio's en dan gaan we weer samen opnemen. Niek en ik zitten samen in een team en moeten tegen twee andere bekenden. Ik heb geen idee wie het zijn, maar we gaan het zien. Niek, ik weet dat je niet in de vlog wilt. Ik weet dat je niet in de vlog wil. Ik ga het toch doen. Ik ga het toch doen. Ik kan het toch ook zo doen? Nee, maar dan valt hij. Dan valt hij. Kijk, hij moet wel echt. Hij valt niet als je zo staat. Nee, kijk, hij moet echt zeg maar. Hij moet zo. Je kan mij ook blurren. Ja, is goed. Ik blur jou, ja? Ja, blur maar. Ik ben toch geblurred. Weet je wat? Dus ik zei net ook al tegen Willem. Ik denk dat ik hier echt. Ik ben hier echt een beetje zenuwachtig. Doe nou niet, ik heb je niet geblurred. Je hebt me wel geblurred. Ja, alleen op het moment dat ik zei ik heb je geblurred. Nee, maar nu ben je nog steeds geblurred. Ik wil niet in de video. Maar... dit is Vince bij Adam. Oh. Ik moet ook wegpiepen nu. Ik ben geblurred. Hier, wat nou? Wat nou, anders beweegt die? Maar wat ik wilde zeggen, jongens. Wij zitten samen in een team. Alleen... Kap is, jongen! Tanden poetsen! Kap is! We zijn op de snelweg, mogol! Maar wat ik wilde zeggen is... zeg maar, ik ben heel slecht... In verwoorden wat je wil zeggen. In onder... Ja, als jij de hele tijd doorheen zit te lullen... Man! Ik kan niet presteren onder tijdsdruk. En helemaal niet met rekenvragen. Je kan sowieso niet presteren! Godverdomme, waar de realiseer je nou is, man? Je vader zegt het ook altijd. Daar zijn we, jongens, in de studio's. Moet je kijken hoe hoog het is, als je naar beneden valt. Maar dit ziet helemaal niet zacht uit. Jawel, dat zijn toch al die, dat zijn allemaal van die schuimblokken, dat is wel zacht. Ja, maar je flikkert wel veel ver naar beneden. Veel verder dan ik dacht. Ja, ik ook. Nou jongens, we gaan kijk, het zien. Hier staat ze dan, hè. Hallo, ik ben Britt Dekker en welkom bij Voor het Blok. Die groen, die roze. Was het toch team blauw? Krijgen wij team blauw? Blauw en team roze, ja. Nou, leuk jongens, leuk. Ik ben benieuwd. Hey, hoor, komen er ook mensen te zitten hier? Ja, dat is publiek, Pik. Echt? Het publiek gaat team weghalen. Oh, jongens. Kijk eens eventjes, jongens. Team blauw. Wat je net ook al zei, je lijkt echt bij zo'n bouwmarkt. Hoi, ja, wilt u een plank van 8 bij 6 centimeter? Of wilt u een plank hardhout? Ik had een vraagje over deze stoel. Ja, dit is decoratie, dit is niet te koop. Oké, okay, en zeg maar dit mooie... Dit. Ja, dat is een bijzettafeltje van het merk. Is gesponsord door... Dus... Kost voor deze Black Friday 40% korting. 40%? Ja, is €13,99. Zo! Dat is een koopje, hè? Ja, dat is een koop. Een mooi materiaal, zeg. Ja, dat is serieus. Ja, serieus. Dat is bergen van Italië. Nee. Dat ging echt top. We hebben de tegenpartij omgekocht. Ja, omgekocht. Dit was een jongetje van de tegenpartij van Team Rolls. We geven hem. Hij zegt, wil je €100 winnen? We gaan hem weg. €100. Even voor alle duidelijkheid, dit is niet gebeurd. Wat een afspraak. Hey, Bilal, ik die €100 kun je in je... Die €100 kun je vergeten. Oké, beter maar. 1000. Ik vind die geluidseffecten die eronder doen altijd heel leuk. Finn, vangen! Oh my god, nee! Zo verleefd. Op je kont dan! Nee, je luistert dus gewoon niet. Niet, je luistert niet. Het is ook niet zo moeilijk. We zijn nu aan het oefenen met springen. Dat je dus goed moet landen. Want anders gaan er natuurlijk ongelukken gebeuren. En dat wil je niet.
100 euro per fout antwoord, gaat hij ons... Ben je hem nou weer aan het omkopen? Nee, ik vertel even ons teamgenoten wat de deal is. Ja, dat is... Vind je het leuk om op de voetbal... Ja, dit is ons, ons team. Wat is jouw naam? Lies. Ik ben Liesje. Oh, Liesje. Ik ben Marie. En wij gaan vandaag... Binnen! Yes! Ja. Maar dan moeten we Niek even ergens loodsen. Nou, we hebben net met z'n drieën al een teambespreking gehad. Ja, ik was er niet bij. Ik was te laat bij de teambespreking. Ja. Ik weet niet... Zo, daar zijn we. We gaan niet zeggen wat we hebben gedaan. Hey, doe eens even... Ik wil niet in die video. Nou jongens, ik kan niet zeggen wat de eindstand is geworden. We hebben gewonnen! Nogmaals, ik kan niet zeggen wat we verloren! Ik zeg gewoon allebei. Nogmaals, ik kan niet zeggen wat de eindstand is geworden. Dan moet je lekker zelf gaan kijken. Oh. Maar goed, wat we nu gaan doen, we gaan nu richting Amsterdam. Want we hebben een fotoshoot bij Talpa, bij ons YouTube management. En daar zitten wij nu allebei weer bij. Eerst zaten we nog bij een andere... Nee, Niek! Oh, klootzak. Oh. Hey. Oh. Hij is... Het is... Het is ook niet grappig. Het is ook echt totaal niet grappig. Oh, ik ga deze vlog echt kijken. Want ik zo'n kutjochie ben in deze vlog. Ja, lekker klootje. Dat is altijd het leukst. Zo, had je niet even kunnen zeggen, maar haar is totaal niet zat. Maar ja, haar zit nooit. Dus dat is een beetje gek. Dan moet je elke dag gaan zeggen dat je haar niet zit. Ja. Laat je eens van je beste kant zien. Ja. Ja, dat is zij. Dit gaat naar de kant, hè? Ja, dit is top. Ah, die is leuk. Ja, die is leuk. Houden. Wij hebben net een shoot gehad voor de nieuwe persfoto's bij social influencers. Maar kijk eventjes waar we zijn, jongens. We waren in de buurt van Noord. Maar kijk, hier wordt dus mijn nieuwe huis gebouwd. En ze zijn al bezig met het bouwen. Maar echt, het is zo... Ik zei net ook tegen Niek. Het is zo raar om te zien en te beseffen dat hier straks gewoon mijn huis komt te staan. En dan woon ik zeg maar gewoon hier... Woon je gewoon in een woonwijk? Dan woon ik gewoon in een woonwijk. Ik heb het gevoel dat het meer aan die kant is. Ja, nee, trouwens sowieso, want dit is zeg maar daar waar we nu al gebouwd wordt. Hey, wow, er staat achter, staat er al een, Niek. Wow, ik zag het helemaal niet, maar hier, daar staat al een gebouw, jongens. Maar nee, dan is het 100% hier, jongens, dan wordt het hier nog echt gebouwd. Maar kijk, hier is ook een voetbalveldje, je ziet het niet heel goed, maar dit is zeg maar zo'n voetbalkoortje, zeg maar. Nou, die is normaal. En wat ook leuk is, kijk eens, jongens, het zit zo hier aan het water, dus je hebt zo'n... Je hebt hier, wat de temperatuur is? Kijk, je hebt hier een steiger en een trappetje waar je dus, omdat dit is gewoon ja, zwemwater. Het is echt, maar ook echt groot, jongens. En dit is dus straks het uitzicht. Zo, ik vind het leuk dat ik dit nu al aan het opnemen ben. Dat ja. ik straks, als het dan af is, dat ik dan terug kan kijken deze vlog en denk van, oh ja, hier stonden we gewoon eerst nog toen het gewoon niet af was. Holy shit, jongens, maar hier wordt dus gebouwd. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen en het is tijd om naar Oostenrijk te gaan. Dus Ruben en ik hebben samen hier een hele grote koffer. En ik heb lekker mijn kussen mee voor een auto. Want we gaan met de auto. Zo. Nou, dat was een boertje. Maar goed, we gaan nu naar beneden. Want mijn pa die staat daar. En dan gaan we richting Oostenrijk rijden, jongens. Ik weet niet hoe lang het ongeveer rijden is. Ik denk 8, 9 uur. Maar goed, op de autobaan ben je natuurlijk lekker snel. Dus we gaan naar beneden. Wim, fijn weekend. Jullie veel plezier. Geen gekke dingen doen, zoals... Ik zou niet durven. Hè, Wim? Pas wat? Op, hè? Wat? Nee, je weet donders goed waar ik het over heb, jongeman. Kijk eens even, we zitten in de auto met de mannen. Hey Ruup, hoe lang is het rijden nou? Wat staat er nou? Twee uurtjes. Ah, top. We zijn al voor twee uur zijn we er al. Tot Oberhausen. Ja. Nee, hoe lang is het rijden? Zes uur. Oké, okay, nou, dat valt dus wel mee. Ik zei tussen de 8-9. 8 uur ook trouwens. Wat? 8 uur. Oh, 8 uur. Zit je net te kloten, man? Als je niet stopt en niet moet plassen. Oké, dus laten we zeggen 8,5, 9. Dus dat is toch een beetje gelijk. Zo, jongens. Ik moest gisteren nog even tot laat editen voor Van Katje naar Sixpack. Dus ik ging pas om 2:30 slapen. Dus ik heb net lekker in de auto ben ik in slaap gevallen. Maar ik heb dus mijn kussen meegenomen. En ik lag echt voor het eerst in mijn leven helemaal lekker lang uit te slapen in de auto. Maar gewoon echt lekker. Dus eventjes lekker de beentjes strekken. We hebben nog ongeveer iets van 2 uur te gaan. En dan zijn we in de Alpen in Oostenrijk. Ruup, eventjes jouw Duits testen. Zeg eens eventjes, ik heb zin in een koekje. In het Duits, nu. Ik heb zin in een koekje. Ik heb zin om naar het toilet te gaan. Ik heb zin naar de toilet te gaan hier. Fantastisch, ik geef hem een 10. Dankjewel, dat is echt lief. Jongens, oké, nog een stukje. En dan zijn we. Ja.
aangekomen in de Alpen, jongens. En moet je eens kijken. Er ligt gewoon al sneeuw hier. Oh, het ziet er zo lekker uit, jongens. Die bergen en sneeuw. Ik weet niet of ik het ooit een keer tegen jullie heb verteld, maar ik hou zoveel van de bergen. Ik vind het echt... Ook altijd die skivakantie vind ik altijd de leukste vakantie in het jaar. Zo. En na 8 uur rijden zijn we aangekomen in Oostenrijk, jongens. In Istkoch. Kijk eens even. Het is donker, dus ja, ik kan wel zeggen, kijk eens even. Maar jullie zien helemaal niks. Oh, lekker weer die berglucht en die kou, hè, hier. Ja, dat vind ik lekker, ja. En de sneeuw, jongens. Spullen uit de auto uit en dan gaan we even lekker omkleden misschien. Even naar de kamer kijken. En dan gaan we natuurlijk ergens eten. En ik ga een biertje drinken. Oh, jongens, na 2 maanden ga ik gewoon weer een biertje drinken. Ik denk ook echt dat ik, dat weet ik eigenlijk zeker. Ik kan nu door dat focaccia en sixpack echt een stuk minder eten. Maar ook een stuk minder drinken. Dus ik denk dat als ik nu 5 biertjes heb, dat ik gewoon al helemaal vol zit. En het kan zijn dat ik een klap in mijn nek krijg en dat ik al na 5 biertjes helemaal lam ben. Maar we gaan het zien. Daar zijn we, jongens, bij de kamer. Kijk eens even, dit is de kamer. We moeten gezellig met z'n drietjes op de kamer gaan slapen, jongens. Dit wordt wat. Ik heb net al gezegd, ik claim deze. Lekker mijn eigen bedje. En dan ga jij en pap lekker samen daar. Ook los en deze is breder, jongen. De verkeerde keuze gemaakt. Wat zeg je? Nee, de verkeerde keuze gemaakt. Nee, dit is echt perfect. Wat moet dat? Ga even weg. Even weg, Bas. Bas, even weg. Oh, jongens. Bas is er ook gezellig bij, jongens. Dit wordt... Godsamme. Ik zei al, dit wordt dus gewoon na 2 maanden ik gewoon weer ga drinken, hè. Ja, gelukkig wel. Dit wordt wat. Dit wordt wat, jongens. Snap je naar mij versturen? Wat zeg je nou? Wat? Nee, sorry. Snap je naar wijven sturen? Pardon? Kijk eens, daar zijn we z'n allen. Hey, Timmetje. Nou, jongens, na 2 maanden. Potjandori. Salut! Hey, proost. Proost, jongens. Oké. Okay. Proost. Pardon. Oh, ik moet zeggen, hij smaakt goed. Zo, jongens, dit is ook wel echt een goede kamer. Jullie hebben een balkon, maat. Wat is dit dan? Zo, ik hoop echt niet voor jullie dat die... Yo. Hey. Stel eens, er komt een gezinnetje naast jullie slapen. Let's get chicken, doe ik gewoon zo. Let's get chicken. Oh, jongens, dit wordt wat. Een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes. Moet je eens kijken hoe wij zijn wakker geworden. Met een mooi uitzichtje op de bergen. Potjandori zeg. Het is momenteel 8 uur, dus ik, dat is niks voor mij natuurlijk. Maar met de skivakantie is het gewoon lekker als je gewoon lekker vroeg je bed uitgaat. En gewoon lekker vroeg als eerste straks op de piste staat. Dus we gaan lekker een ontbijtje halen. En dan gaan we naar boven. Mijn snowboardschoenen zitten lekker aan. Ik heb hier mijn helmpie. We zijn er gewoon helemaal klaar voor, jongens. Kijk eens hoe lekker dat eruit ziet, jongens. Die boompjes zo helemaal besneeuwd. Goh. Goh, lekker, hè. Ik heb wel zin in, hoor. Ja, ik ook. Altijd als je weer voor de eerste keer gaat skiën, dan is het weer even afwachten. Zeg maar, als je weer op dat plankje staat. Wat zeg maar, wij alle 3 snowboarden, heel veel mensen in de groep. Bas, snowboard. Nee, achterin Bas nog. En Jim. Oh ja, en Jim. En voor de rest is iedereen aan het skiën. Maar wat ik al zei, we zijn hier met een hele groep, grote groep mannen. Met Jim. Die kennen jullie ook wel van. Hij doet altijd alles voor mijn auto. Met Bas van Son heb ik die ook wel gezien. Tim hebben jullie nog nooit in de vlog gezien. Maar dat gaan jullie deze vlog en volgende vlog allemaal helemaal leren kennen. We zijn hier trouwens met de opening. Dus kijk, er is nog helemaal niemand. Staat geen rij, niks. Vandaag is de eerste dag dat dit skigebied open is, jongens. Dus waarschijnlijk komt of iedereen vandaag nog aan. In plaats van dat ze gisteren al net voor ons zijn aangekomen. Dus het is nog helemaal rustig. Er is helemaal niemand, joh. Wat een luxe man, hè. Hey. We zijn bijna boven. Kijk eens even, jongens. Dit blijft alles zo mooi, hè. De bergen. Ik hou echt van de bergen. Vind ik top. We zijn boven, jongens. Weet je wat chill is? Vorig jaar op vakantie in Wintersport moest je nog allemaal mondkapjes op en zo. Dat hoeft gelukkig nog niet meer. Dat scheelt wel echt, jongens. Nou, bord aan en kijken of het nog gaat. Oké, jongens, ik ben even overgeschakeld naar de GoPro. Zijn we er klaar voor? Yes. Woe. Lekker weer, hè, zo. Even wennen, hoor. Huh? Even wennen. Zo, gaat lekker, hè? Het is altijd op het begin gewoon weer eventjes wennen om gewoon weer vast te zitten op zo'n bord en weer te gaan snowboarden. Maar ik heb er nu alweer helemaal zin in, jongens. Maar het is zo lekker om gewoon weer lekker te glijden op zo'n bordje. We hebben de eerste paar afdelingen gedaan. En het ging weer lekker, jongens. Het ging weer echt top. En nu gaan we even lekker een watertje drinken. Weet ik jammer vind, zeg maar, ik vind die GoPro beelden zijn echt heel nice. Alleen het geluid is gewoon een beetje slecht. Maar het is gewoon chiller om met de GoPro te filmen. Want ik ga natuurlijk niet eten zo met mijn camera's hier. Dat is een beetje lastig. En als ik val en mijn camera's kapot, zou zonde zijn. Oeh, maar even een drankje doen. We hebben even contact gehad met de anderen om te kijken waar ze zijn. Want zij waren iets later naar boven gekomen. Maar als het goed is, zitten ze ergens bij een restaurantje. Maar we zijn nu
Ja, we zijn nu even aan het zoeken waar ze zijn, want wij zijn ook nieuw in dit gebied, dus we weten niet waar alles is. Nou, jongens. Als het goed is, moeten we hier zijn. Maar weet het niet zeker. Zo, we hebben het gevonden. Hey Jim, jongen. Hey, gaat goed, jongen. Wil ik weer lekker snowboarden? Goed, goed zo. Oh, jongens, het even weer een wagentje drinken. Belangrijk. Oeh, jongens, het zicht is niet optimaal, want het sneeuwt. Echt kut, hoor. Maar het gaat goed, mannen. Hey. Het gaat goed. Zeg is snel wintersport wel fijn, toch? Ja, maar daarom. Ja, daarom, ja. Daarom. Alleen het zicht is minder. Ja, moet je ogen openen. Maar goed, jij kijkt toch niet. Zie je hem? Hij doet zijn best. Hij wil. Met geluk gaat hij doorstaan. Oh, jongens. Het doet echt bizar hard en het zicht is heel slecht. Kijk dan, komt de kerstman aan. Hey. Hij zit er klaar. Zo. Holy shit. Wat is het? Hij wil nog weggaan, joh. Oh, ben je gevallen? Goed, nog een keer. Ik heb echt een baard, hè? Ja. Zo, wat ik net ook al zei, jongens, het zicht is zeg maar zo slecht dat je dus niet de diepte zit in de grond. Dus het kan zijn dat er opeens echt een fucking grote heuvel zit of een drempel. Dus ja. Maar goed, we gaan even lekker naar binnen en we gaan eten. Want dit is lastig. Zo, wij hebben net geluncht en we gaan nu weer de piste op. Maar het is nog steeds slecht weer, jongens. Het is echt heel weinig zicht. Dat is vermoeiend. Ja, het is iets beter. Heb je een snowboard van dat ding af hier? Ja, over die rails hier? Bas, wat is er? Hoe laat was je thuis gisteren? 5 uur, 4:30 of zo. Oh, holy shit, jongens. Bas en Tim zijn gewoon tot 4:30 gisteren doorgegaan. Nou, ik lag lekker om 1:15 lekker in mijn bed. Wat nog het erge was, we waren ongeveer 100 meter van het hotel. Dankjewel. We hebben een taxi gepakt omdat we zo dronken waren en de weg niet wist. Over 11 uur gewoon naar huis. Ja, ze waren weg kwijt en toen hebben ze 50 meter voor het hotel een taxi gepakt. We komen hier nu boven, jongens, maar het is hier echt heel erg lijp aan het waaien. Kijk dit. Zo. Wow. Niet normaal dit. Wat een storm. Wat een storm. Dit is niet best. Het is niet iemand van onze groep, gelukkig. Maar er is wel iemand gevallen. Kijk als ze last heeft. Maar volgens mij gaat het goed. Zo, kijk eens jongens. De zon begint al een beetje onder te gaan. Maar het is tijd om naar beneden te gaan. We hebben een goed dagje gehad, mannen. Hoe was de eerste dag? Het begon stroef en moeizaam. Ja. Door het weer. En uiteindelijk was het lekker weer. En het was echt heel lekker. En jij, Max? Genoten. Ja, het begin was wel echt te kut, hoor. Het was gewoon mistig de hele tijd. Je zag helemaal niks. Je hebt het gezien. Ja, het is een weerman dit, hè? Ja, dit is hoe mistig. Uiteindelijk de bergkamp was vrij, het was blauwe lucht. En we gingen door. En hoe is morgen het weer dan? Ja, zonnig. Zonnig? Ja, zonnig. Met een klein wolkje, of niet? Een beetje nat en zonnig, heerlijk, ja. Natte gezond. Nou goed, jongens, het is tijd om lekker naar beneden te gaan. Dan gaan we weer lekker een biertje drinken. Potje Andori, zeg. Het mag weer. Zo, jongens. Iedereen is beneden veilig aangekomen. Maar het was echt pittig, jongens. Dit laatste stuk daar, jongens, dan moet je zo hier door de bos heen. Het was ijzig niet normaal. Maar goed, we gaan eventjes gezellig hier een drankje doen. Kijk, jongens, nu komt het beste deel van de vakantie. Biertjes drinken. Wow. Wat een mooi ding, zeg. Potje Andori. Wij hebben net lekker een biertje gedaan. We gaan eventjes lekker omkleden en dan gaan we daarna naar Trovana. En dat is zeg maar de hoofdapreski hier. Maar goed jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video, want ik ga verder niet heel veel meer filmen. En als ik straks thuis ben, ga ik even snel editen en zo. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En vond je dit nou een leuke video, laat een blauw duimpje achter. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.